De nieuwe tijd, heren. De vooruitgang wacht niet. Wat er de laatste jaren niet allemaal voor elkaar gebracht is in deze stad. Zonneklaar dat er maar één geschikte locatie is voor ons hotel. En de bewoners? Die kopen we uit. We zitten op een goudmijn. Willen ze een hotel? Moeten ze betalen. Die hoge heren zijn gewend dat wij kleine lieden alles maar slikken. Ik zie geen enkele reden om te zakken met de prijs. Mijn neef uit Amsterdam. Wij streven naar om zo snel mogelijk onze deuren te openen. Maar de tijd begint toch voor ons te dringen. Nou, voor ons niet. Het zijn veldelingen, turfstekers. Turf gaat er helemaal uit. Die mensen die zitten werkelijk verkeerd in dat veen. Het gaat om de liefde voor de medemens. Bespottelijk. Ik bekommer me om die mensen. Daarom ga ik naar ze toe, met medicijn. Moet je vooral doen, zonder dokterspapieren. Eerst de waterleidingen en gaspijp, dan volgt de feitelijke afbraak. En binnen 2 weken begint de bouw. Het hotel bestaat al. Ik help mensen naar de overkant. Amerika. Je verlost al die mensen uit hun ellende en je krijgt je volkomen verdiende rendement. De nieuwe tijd. Ongeveer 100 gezinnen, dus een investering van rond de 45.000 gulden. 25 wil ik u bieden. 50. U begrijpt dat ik niet kan toestaan dat de arbeidsbevolking zomaar wegloopt. Ik kan welk moment rondkomen in het huis. Hij kan niet zonder mij. Wie wil er hier naar Amerika? Ik smeek je om dat niet te doen. Christian! Blijf hier! Meneer, verder mijn aanbod. Accepteert u het? Alsjeblieft, er is geen tijd meer.